nu wat ik ben op dit moment, ben ik rijk. Ik heb geen geld, ik heb geen eigendom, ik heb geen dure materialistische spullen. Maar ik ben wel rijk, ik ben gezond. Ik weet waar ik sta. Ik weet vanaf waar ik naartoe wil. En ik heb geen vijanden. Maar ze lachen wel met mij, maar laat ze maar lachen. Dat is wat ik wil, zuster worden. Uit de grond van mijn hart. Als man kun je niet zeggen, ik wil in het zusterklooster intreden. Dat gaat niet. En dan denken ze dat ik met een of ander aan het lachen ben. Terwijl ik serieus ben. Ik ben mijn geloof altijd voor mijn eigen wel gehouden, maar weinig aandacht aangegeven. Totdat ik uit de kast ben gekomen en dan wel. Ik ben nu alles op aan het inhalen en ik heb al veel ingehaald. En ik heb mijn moeder van de week gaan bezoeken, sinds 5 jaar ongeveer geleden. Ik heb ook één vraag gesteld, waarom ik nooit liefde gekregen heb thuis, van heel het gezin. Daar heeft hij gewoon heel vlot op geantwoord zonder na te denken. En dat komt door mijn vader, omdat hij anders een alcoholiek was en een agressieve mens. Mijn moeder was bang om haar kinderen maar liefde te geven of iets te knuffelen. Ik zelf ben bang van mijn broer. Dat was weer een keer een moment van koek en ei. Ik was hem over mijn ex-lief bezig, die ook transgender in wording was, gelijk als ik. En daar was hem altijd geïnteresseerd in. En het gesprek was bijna afgelopen en weet je wat dat hij vroeg? Voor samen iets intiem te doen. Dat is met een slag in je gezicht dat je 5 jaar al verkracht geweest bent door zo'n vetzak. Hè? Die leert dat niet af. Dat is toch logisch dat ik dan die persoon lang gehaat heb. En dat verleden, dat is een hoofdstuk dat nooit meer terug zal komen. Het kantelpunt, dat gaat heel raar klinken. Maar dat was met mijn laatste aanhouding. Die police, die was heel streng, heel hard. Maar die deed zijn werk heel goed. Die heeft mij de ogen opengetrokken. Ik heb nog een heel leven voor mij. Ik heb daarover nagedacht. En ik heb gezegd, het is allemaal gedaan met die in een nest. Voor mijzelf is het zo dat ik hier een beetje de zorg heb voor de grot. En toevallig hebben wij elkaar hier ontmoet. Ja. Ja. Als ik aan het bidden was. Nu de vraag om zuster te worden. Het is intussen meer dan 30 jaar geleden dat wij in onze congregatie, Zusters van het Heilige Hart van Maria, dat er nog iemand gekomen is om in te treden. Ja. Als zusters is onze taak nu, de dag van vandaag, staan achter alle mensen die gelovig zijn, maar ook al diegenen die het misschien minder zijn. Ik hoop dat zij op een of andere manier een aanbod krijgt, hoe dan ook, om die weg naar het gelovig zijn en het religieus leven willen leiden, dat ze die weg mag vinden en dat ze daarin geholpen wordt. Toen ik jou de eerste keer zag en nu, dan vind ik dat er al een heel andere uitstraling is op je gezicht. En dat je nu veel gelukkiger toont. Ja. En dat de oogjes stralen en dat was die eerste keer niet. Nee. Dan zag ik een bedrukt iemand. Ik had uit mijn geloof heel veel kracht, sterkte, ook liefde. Ja, dat is mijn lang leven. Lichaam van Christus. Ah.
Kijk eens hier. Dat is beter. Hop. Kom eens hier. Allee, jongen. Jij bent een kerel, hè. Gedaan. Jij weet dat niet, maar je ziet eruit, hè. Stopt. Ik zal hem eens naar binnen doen, hè. Omdat ik uit de kast ben gekomen. Ik hou van mezelf. Ik zie mijn eigen graag. Ik kan in de spiegel kijken. Dat deed ik vroeger nooit. Ik ben zeer gelukkig geworden. Ik ken de waarde van het leven. En nu met het feit dat ik voor mijn geloof kan opnemen, begin ik ook nog zeer trots op mij te worden. Dat zijn allemaal verschillende punten dat ik nooit gekend heb. En ik mag er zijn, ik mag er staan. En ik sta er ook. Een zeer trotse, gelukkige, sterke vrouw. Die lang heeft gevochten voor te staan waar ik nu sta. En ik ben daar heel fier op.